De eerste drie aanvallen, 2 goals. Beschrijf de situatie eens. Bij de eerste 3 aanvallen was de verdediging niet compact genoeg. Dus ze konden makkelijk de bal over de verdediging insturen. En we zouden eigenlijk wel de afspraken dat we op 1 lijn zouden bewegen, kantelen. Maar we kwamen onze afspraken niet na en toen konden ze eroverheen. Dat zijn 3 doelpunten. Daarna hebben jullie over de hele wedstrijd genomen 90% balbezit. Komt het dan dat jullie de kansen niet afmaken? Ja, het was gewoon, wij voetbalden wel goed. Alleen zij waren gewoon echt met z'n 7 en dan stonden ze achter. En dan zijn ze aan het verdedigen, ze wilden niet echt voetballen. En wij zijn gewoon veel beter tegen voetballende ploegen dan tegen clubs die alleen maar willen verdedigen en de bal naar voren willen schieten. Vorige week winnen jullie bij Ajax. Vandaag verliezen jullie thuis met 0-4. Harde cijfers, grote teleurstelling? Zeker, we hadden wel verwacht dat we een goed resultaat zouden neerzetten. Oké, is het dan, gezien de eerste 8 minuten, daar sta je 2-0 achter. Is het dan een stukje concentratie waarmee je in het veld ingaat? Of staat er gewoon de verdediging niet goed? Ja, dat is zeker concentratie. Want je zag het ook bij de paar foutjes. Bijvoorbeeld de bal aanname, de bal ging onder je voeten door. Zijlijn, dan was het een ingooi voor hun. Dus het was zeker een stukje concentratie. Oké, wat heeft de trainer gezegd in de rust? Nou, de trainer die was vrij rustig. Die zei ook gewoon dat we wel goed aan het voetballen waren. Alleen dat de verdediging gewoon moest communiceren met elkaar. Oké. En dat deden ze niet. Ik neem aan dat de rest van de zaterdag een slechte zaterdag voor je is. Ja, ik had liever met een blij gevoel hier 5-0 gewonnen of 4-0 gewonnen. Maar, of gewoon normaal gewonnen. Maar kan niet anders. Volgende week beter. Met wat voor een instelling zijn jullie het veld ingegaan? We zijn het veld gegaan met een instelling van met z'n allen. We waren eerst geconcentreerd. Toen verdediging. Dus ik kwam alleen met lange ballen. Dus ja, we kwamen er moeilijker uit. We waren een betere ploeg die voetbalde. Dus ja. Je was inderdaad de beter voetballende ploeg, hè, over de hele wedstrijd gezien. Je kwam vrij snel achter met 2-0, hè, daarna 8 minuten. Wat is jouw rol dan voorin? Op het moment dat de 2-0 valt, krijg je dan een andere rol in het veld? Of blijf je gewoon dezelfde rol houden? En wat was jouw rol? Mijn rol was veld zo groot maken. En ja, natuurlijk moest het teamgenoot zeg maar aanwijzen zo van we moeten meer jagen. Ja. Vond je dat er te weinig gejaagd werd? Ja, we gingen wel goed jagen, maar zij spelen alleen op lange ballen. Dus ja, we kwamen er uiteindelijk wel goed uit. Op een gegeven ogenblik maakt de trainer doet een wissel in de eerste helft. De laatste man die gaat eigenlijk centraal in het midden spelen. Wordt het dan voor jou makkelijker voetballen, omdat de passes wat makkelijker aankomen? Ja, eigenlijk wel, want we krijgen een man meer. Dus ja, kwam makkelijker uit dan eerst wel, zeg maar. Oké. Hoe beleef jij zo'n wedstrijd als je na 8 minuten met 2-0 achter staat? Ja, ik krijg het gevoel zo van, we moeten doorjagen, we kunnen het, we halen het wel. Dus ja, we moesten doorjagen. Uiteindelijk kwam het goed. En dan valt de 3-0 en uiteindelijk valt ook de 4-0. Wat vond je van de tegenstander? Voor het een goed voetballende ploeg? Nee, niet. Vergeleken met Ajax is het heel wat anders dan Brabant United. Is het voor jou moeilijker om te voetballen tegen een verdedigende ploeg als tegen bijvoorbeeld een ploeg die de ruimtes openlaat? Ja, het ligt eraan, zeg maar. Voetballende ploeg is beter voor ons, kunnen we makkelijker uitkomen. Maar team die zeg maar, met lange ballen speelt, is dat moeilijk voor ons, zeg maar. Okay, als je nou naar het team kijkt, wat denk je wat voor een les jullie hieruit geleerd hebben? Dat we meer moeten concentreren, dat we scherp de wedstrijd in moeten gaan. Met het team moet je doorjagen.